eerste eigenlijk wat bij Software Defined Networking omhoog komt, is dat je zegt, je maakt het netwerk meer open vanuit de applicatie, vanuit de gebruiker van dat netwerk. Dat je meer vanuit een network service gaat praten. En vanuit die network service makkelijker kan deployen. En meer repeatable wordt en meer voorspelbaar wordt en beveiliger maar kunt. En dat je ook eigenlijk als leverancier van diensten dat niet kan uitrollen. Dat je het niet per klant hoeft te doen, maar dat je dat in één keer voor heel veel klanten kunt doen. He, dat je eigenlijk een soort dienstencatalogus kunt bouwen voor netwerkdiensten. Waar we op afstreven is 100% geautomatiseerde netwerken. Waar we op schrijven is maar ook tegelijkertijd 100% niet alleen het provisionen van het netwerk, maar ook 100% terugmelding van wat die netwerken voor jouw applicatie doen. Dus je complete visibility hebt vanuit de serviceslaag, vanuit die applicatielaag. Wat doet dat netwerk voor me? En dat we nu wel eens zitten te gissen van waarom is die applicatie traag? Dat we dan kunnen zien, ook op dat dashboard, waar die applicatie dan traag is. Is dat in die application delivery controller? Is dat op die firewall laag? Zit het in die switch laag? Waar zit de contention in het netwerk? Is dat mogelijk op die ene link naar die andere peringpartij? Dat soort terugmeldingen gaan we ook terugzien. Het gaat dus niet alleen om control van boven, maar ook juist om visibility vanuit het netwerk. Het ligt een beetje aan waar je staat in de markt. We zien heel veel bedrijven die daar professioneel mee bezig zijn. Dat het een heel hot thema is. En dan bedoel ik met name partijen die datacenter services verlenen. Dat soort partijen zijn er heel erg mee bezig. Hoe ga ik het doen? Die zijn bezig om een strategie te bepalen. Die hebben al wel dingen geïmplementeerd. Vaak nog wel script gebaseerd op dit moment. Maar je ziet dat bij die partijen dat de hele automation gedachte veel meer leeft dan bij eindgebruikers. Die zitten eigenlijk nog een stap daarvoor. En daar zijn we nu gewoon. Hè. Je ziet eigenlijk dat we in onze launch van Application Centric Infrastructure heel veel partijen spreken. Er is enorme belangstelling voor. En mensen zijn nu eigenlijk op zoek naar wat kan ik ermee? Hè, wat betekent het voor mij? En je ziet dat de partijen, dus wat zei ik al, de service provider partijen, die zijn eigenlijk al net even een stap verder van oké, ik wil die volgende stap nu maken. Ik denk, als je denkt aan een nieuwe infrastructuur, het is eigenlijk een hele voor de hand liggende tip, want ik heb het al een paar keer gezegd. Denk vanuit de diensten, denk vanuit de servicecatalogus. Wat voor infrastructuurdiensten heeft die klant nou nodig? Of heeft mijn eindgebruiker nou nodig? En begin niet te bouwen vanaf de onderkant. Want dat zijn we natuurlijk gewend te doen vanuit de infrastructuur. We gaan denken in routers, switches, et cetera. En dat bouwen we vanaf onderaan, dan denken we ons pas over de... Ga nou eens vanaf de bovenkant denken.